Welkom bij Spakenburg Nu. Vandaag worden de volgende onderwerpen belicht. Vreemd verhaal. Gezondheidscentrum. Diamanten bruidspaar. Jubileum All Rise. Hebt u nog een kunstvoorwerp, een antiquiteit, curiosa, een rariteit of iets anders wat al jaren bij u in huis staat en wilt u nu wel eens weten wat het is en wat het waard is? Kom dan naar de taxatiemiddag in Museum Spakenburg. De Nationale Museumweek heeft dit jaar als thema Ons echte goud. Op zaterdag 23 april organiseert het museum extra activiteiten. Ons echte goud is niet alleen in musea te vinden, ook particulieren hebben vaak veel mooie of interessante spullen. De heer Loek van Aalst, eigenaar van Aalst Art Consultancy uit Breda, komt uw spullen op deskundige wijze benoemen en waarderen. De taxaties vinden plaats van 12 tot 2 uur. Er kunnen maximaal 35 voorwerpen beoordeeld worden. Graag van tevoren aanmelden via info@museumspakenburg.nl. Vol is vol. U mag maximaal 1 object inbrengen. Naast de taxatiemiddag zijn er de hele dag demonstraties tanen in de museumsteeg. De Bruine Vloot verzorgt die dag vaartochtjes richting de visafslag, waar bezoekers terecht kunnen voor een rondleiding. Museum Spakenburg verleent die dag 50% korting op de entreeprijs. Dit is inclusief het vaartochtje en bezoek aan de visafslag. Gospelkoor All Rise viert op 5 mei haar 25-jarig jubileum. En hoe? Henny sprak daarover met Lisette van der Vuurst en Rut de Jong. Lisette, wat gaat er gebeuren? Wij gaan op 5 mei hebben we een jubileumfestival. Daar zijn we achter de schermen al ongeveer een jaar mee bezig om dat te regelen en te organiseren. Dus op 5 mei, Hemelvaart en Bevrijdingsdag, gaan we een heel festival organiseren. Dat festival, worden concerten gegeven. Het is ook een echte gezinsdag. Dat heeft ook een thema, Rut. Ja, het thema is leef. En dat sluit ook een beetje aan op de Hemelvaartsdag, de bevrijding. Sowieso ook op de bevrijding aan zich, 5 mei. En levens, ja, willen we eigenlijk uitdrukken dat we in die 25 jaar met elkaar iets neer hebben gezet. Om de mensen in ieder geval te plezieren, maar ook met name een stukje boodschappen te brengen. Hè? Ja. Dus van leef en maar leven uit Gods woord. Ja. Hoe mooi is het niet dat je dan leef doet op 5 mei, bevrijdingsdag, en ook nog eens op Hemelvaartsdag. Dat is eigenlijk heel bijzonder. Ja. Er komt een feesttent, Lisette. Klopt. We mogen gebruik maken van de tent van de Zuidwal. Op de Zuiderkade staat die. We hebben gevraagd of we daarin mogen. Daar is een podium en er is een bar. Dus we gaan er iets gezelligs van maken op die dag. Want het is ook een echte gezinsdag, want behalve een optreden van jullie, staat er nog meer op het programma. Klopt, de dag begint om 3 uur al. 'S middags is het vooral gericht op de kinderen. Dus mensen kunnen er eigenlijk de hele dag terecht. Om 3 uur begint Anneke Doest en Ilse Bevelander met een theaterprogramma voor de kinderen. En er zal een kinderkoor optreden. Dus het begint met de kinderen. Vervolgens komen er ook nog andere koren. Spring uit Voorthuizen komt. En ons plaatselijke collega gospelkoor Rejoice komt ook zingen. Daar zijn we echt heel blij mee. Super gaaf. Heel mooi gevarieerd programma. Nou, even over die afgelopen 25 jaar. Wat is jullie daaraan bijgebleven, Rut? Ja. Ik ben nog niet zo lang lid als Lisette. Maar in die jaar dat ik nu op het koor zit, is het gewoon... Ja, ik vind sowieso het enthousiasme met het koor om te zingen vind ik sowieso mooi. Er zijn een aantal optredens die hier gewoon bijblijven. Zoals ons jubileum in de sporthal bij Spakenburg. Ja. Ook een hele grote 20 jaar met ook een ander gastkoor. Dat was ook super gaaf om te doen. De wisselingen van dirigenten die we gehad ook hebben. Ja, dat verandert ook het koor. Dat merk je gewoon, die heeft een zeer groot invloed op het koor. Ja, ja, want Lisette, ik weet niet, jij bent 10 jaar lid. Maar een dirigent kan echt ook wel de kwaliteiten van een koor, denk ik, naar boven brengen.
Ja, klopt, zeker. Je merkt aan een koor wat voor dirigent ervoor staat. Kijk, we hebben nu op het moment Rieneke aan de leiding. En dat is een enthousiast bevlogen dirigente. En dat merk je ook aan ons als koorleden. We brengen veel meer enthousiasme over. Je kunt dat goed merken wat voor dirigent ervoor je staat. Ja, want hoe zou je de sfeer binnen jullie koor typeren? We zijn een enthousiaste groep mensen en niemand is te beroerd om iets te doen, zeg maar. En we zijn er ook voor elkaar. Daar komt ook een beetje het thema leef vandaan, hè? Lief en leed delen met elkaar. Er gebeuren mooie dingen binnen een groep, maar er gebeuren natuurlijk ook verdrietige dingen. En in die verdrietige dingen zijn we er ook voor elkaar. En dat typeert wel een beetje de sfeer. Ja. Dus jullie willen ook echt, je deelt lief en leed, maar je vindt het ook fijn om stemtechnisch, zeg maar, te kijken van hoe ver je kunt komen zonder dat dat gaat domineren. Ja, we vinden het ook wel belangrijk om te groeien in wat we neerzetten. Kijk, dat is natuurlijk, ik zal niet zeggen dat het helemaal van ondergeschikt belang is, maar het is wel mooi om te zien dat we ook kwalitatief groeien. En dat brengt een dirigent ook teweeg. Dan hebben we nog eventjes, ik kom nog even terug op die hoogte- of dieptepunten. En nog even op een optreden. Weet jij nog een bijzonder optreden, Lisette? Ja, als ik nu zo denk aan de optredens in de laatste jaren, is me toch één optreden wel heel erg bijgebleven. En dat is het optreden in de gevangenis. De gevangenis in Almere was dat. Er kwam een vraag vanuit het bestuur of we dat wilden doen, of we daar wilden optreden. En ik vond het heel spannend, want ik dacht van ja, wat zit daar allemaal en hoe gaat dat? En hoe gaan ze op ons reageren, een gospelkoor? Wat moet je daar nou brengen? En het was echt heel bijzonder en heel gaaf, want we stonden daar te zingen en je zag daar die gevangenen echt heel geïnteresseerd kijken en ook geboeid. En ze zongen zelfs mee. Ja, op dat moment merk je dat dat echt is wat je dan aan het doen bent. En dat vond ik wel heel bijzonder. Dat was voor mij wel een van de hoogtepunten. Ik ga afsluiten. Ik kom nog even terug op die mooie jubileumkrant die is verschenen. Wil je daar nog iets over zeggen? Wat is er in te lezen? Nou, in onze jubileumkrant kan je vooral lezen over de deelnemers van onze jubileumconcert. Dus er staat een stukje van Martin Brandt, een stukje van de gospelkoor, ook het stukje over het theaterprogramma van de kinderen. Dus het is misschien wel leuk om dat eventjes te lezen wat er nou precies op die dag gedaan wordt. Wat ook wel leuk is dat er een paar stukjes van oud-dirigenten op staan. Dus dan ga je een beetje in de oude doos kijken, zeg maar. En dat, nou ja, het is leuk om te lezen, fris en makkelijk leesbaar. Leuke stukjes. Dus het wordt feest op feest. 5 mei. Ja. Leeffeest. Ja, absoluut. Ja. Dankjewel voor het interview. Heel graag gedaan. Een fietstocht in een rolstoel of een gewone stoel? Inmiddels is dat voor meerdere bewoners van Zorg- en Wooncentrum De Haven heel gewoon. Enthousiast wordt er de laatste maanden gebruik gemaakt van het fietslabyrint. Door middel van een laatst gehouden enquête kon men aangeven hoe vaak men van het fietslabyrint gebruik wenst te maken. Ook konden familie- of mantelzorgers aangeven of zij u of andere bewoners hierbij willen helpen. In deze enquête stond vermeld dat er ook nog inloopochtenden georganiseerd zouden worden. Op vrijdag 22 april zal een introductieochtend worden gehouden en op maandagmiddag 25 april van 1 tot 2:30 is de inloopmiddag van het fietslabyrint. Het gezondheidscentrum op de hoek Baglaan-Bikkersweg schiet uit de grond. Ook de tweede verdieping is al verrezen. Het zal heel bijzonder zijn als alle huisartsen, de apotheek, therapeuten en een diagnostisch centrum in één gebouw beschikbaar zullen zijn. Eind 2016 zullen de appartementen verhuurd kunnen worden. Mannenopvang Movira roept mannelijke slachtoffers van huiselijk geweld op zich te melden en hulp te aanvaarden. Heel veel mishandelde mannen durven dat niet, omdat het onderwerp een enorm taboe is. Adrie Vermeulen, zorgcoördinator bij Movira, vindt het ook wel begrijpelijk dat er zo'n taboe is. Omdat het niet past binnen het beeld dat wij hebben van mannen. Het beeld is toch dat een man zijn mannetje wel moet staan.
Aanleiding voor het gesprek is een rechtszaak waarbij een vrouw terecht staat omdat ze haar partner zou hebben mishandeld. Van de 200.000 mensen die jaarlijks worden mishandeld, is 40% man. Het gaat dan voornamelijk om huiselijk geweld. Slechts 3% doet aangifte bij de politie, tegenover 12% bij de vrouwen. Mensen weten er niet mee om te gaan. Ze kunnen niet het beeld accepteren dat mannen ook het slachtoffer zijn. De schaamte is heel groot, maar ook de angst om niet serieus genomen te worden. De politie denkt vaak dat mannen met mishandelverhalen komen omdat ze zelf de dader zijn. Wat wij bij de hulpverlening zien is alleen het topje van de ijsberg. Kom ermee naar buiten, want er is hulpverlening. Praat erover. Aldus Adrie Vermeulen. Dinsdag 19 april waren de heer en mevrouw Tuk 60 jaar getrouwd. De burgemeester en zijn echtgenote bezochten het diamanten bruidspaar om hen met dit bijzondere feit te feliciteren. Om in hun appartement in Zuidwende binnen te komen, moesten ook de heer en mevrouw van de groep zich melden. Ik ga eerst maar even aanbellen. Eenmaal binnen gingen ze met de lift naar de tweede verdieping. Daar belden ze op nummer 81 aan en kregen een warm onthaal. Hallo. Alles. Gefeliciteerd met jou met het prachtige jubileum. Ja, zeker. Op 60 jaar. Hele tijd. En niet alleen bij elkaar te mogen zijn. Meneer, van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Met uw vrouw en u samen. Ja. En zeker. En samen nog bij te kunnen staan. Dat is ook. Bij het ouder worden gaat alles niet meer vanzelf. En als je dan dingen nog hebt. Daar zijn we ook blij mee. Daar ben ik extra blij mee. Zeker. Ja. Oké, nou, geweldig. Het vreemde verhaal. Een stoere Britse overgrootvader heeft een nieuw wereldrecord gevestigd. Jack Reynolds uit Chesterfield is de oudste persoon ter wereld die zijn eerste tatoeage krijgt. Dat bevestigt het Guinness World Records. Het was op zijn 104e verjaardag dat Reynolds in zijn woonplaats, de tattoo shop Pete's Hoes, binnenstapte. De hoogbejaarde man koos voor een simpel, maar persoonlijk ontwerp. Reynolds liet Jacko 6-4-1912 op zijn bovenarm zetten. Zijn bijnaam en zijn geboortedatum. Dit was weer Spakenburg Nu. Donderdag wordt het gesprek met wethouder Bert Koops uitgezonden in Los Politiek. Vrijdag Los Sportcafé. En zaterdag zijn wij er alweer met Spakenburg Nu. Fijne dag.